Huh? Waar ben ik? Ik zit opeens in de end. Alleen dan met normale bomen. Ik snap er echt helemaal niks van. En nee, dit ben je niet. Ik ben veranderd in zo'n duistere bewaker. Dit kan niet waar zijn. Waar is Torben? Waar is Torben? En oh nee, is dat nou de duistere koning? Dit meen je niet. Hallo, duistere koning. Wil je me alsjeblieft gewoon weer veranderen naar normaal? Ik vind het niet leuk. Nee, zeker niet. Jij bent nu mijn dienaar. En je gaat alles doen wat ik zeg. dit meen je niet, hè? Is er dan geen enkele manier om van deze vloek af te komen? De enige manier is mij gehoorzamen. En wie weet help ik je ooit van deze vloek af. Maar wat heb ik misdaan? Wat zoekt u in Bloemburg? En waarom moet ik u helpen? Kunt u niet gewoon andere mensen vragen? Alle villagers in de hele wereld zijn al mijn dienaars. En jij probeert mij te stoppen, dus dit is mijn wraak. Je zal nooit meer de normale worden. Dit meen je niet. Waar is Torben? Waar is Torben? Ik moet Torben vinden. Ik moet Torben vinden. Ah, ik ga er weer vandoor. Yes, word nou wakker, maat. Huh? Ik heb je nodig. Yes. Waar ben ik? Waar ben ik? Jesse, je bent hier. Je bent in de kelder. Je bent in de kelder. Tof, waar ben ik? Ben ik in de kelder? Ja. Waarom is mijn gezicht weer normaal? Nee, je bent niet normaal. Je bent nog steeds half bezeten. Half? Ja. Oké, dat is beter dan wat ik net was. Torben, ik had een droom. Nee, luister eerst naar mij. Er staan boven allemaal bewakers. We zijn ingesloten. Bewakers? Het staat boven in de fik. Wij moeten eigenlijk vluchten. Hoe bedoel je? Wat voor bewakers? Pak al je spullen. Ik heb al mijn spullen. Ik doe alleen even mijn armor aan. Torben, ik moet je wat vertellen. Ik had een nachtmerrie. Het was echt niet normaal. Snel dan. Ik vertel het straks wel als hierboven bewakers zijn. We moeten weg. Ja, nee, we moeten hakken, man. We gaan gewoon hakken. Is de boze koning er ook? Is het duistere koning er ook of niet? Ik heb 8 bewakers gezien die daar 8 in de opening staan. Ja, daarom. Nee, ik heb geen pickaxe. Heb ik een pickaxe? Ik heb een pickaxe. Oké, wegwees hier. Kom, dit meen je niet. Waar gaan we heen? Ik ga gewoon even iets verder deze kant op en dan ga ik eruit. Wat is ons plan? Weet ik niet. In ieder geval weg van hier, want we zijn ingesloten daar. We moeten echt zo snel mogelijk die wensboom redden, want ik wil niet zo'n bewaker worden. Ik had een nachtmerrie dat ik gewoon zo'n bewaker was. Heb ik de hart van de natuur bij? Ja, oké. Okay. Ja, ik heb hem bij. Ik heb hem bij. Denk je dat we al ver genoeg zijn? Ik hoop dat we ver genoeg zijn. Oké, ik ga nu omhoog hakken, ja? Ja, is goed, goed. Heb jij een shovel, of niet? Ik heb geen shovel. Nee, maar we moeten echt snel zijn, Torben. Ik ben bezig. Oké, ik ben boven. Wacht. Zijn ze hier? Waar zijn ze dan? Nee. Ja, daarachter, daar. Ik zie het. Ren naar hier. Je hebt het hart van de natuur mee, hè? Daarmee moeten we de wensboom redden. Oké, wacht. Maar voordat we doen, vertel eerst even je verhaal. Hier zijn we denk ik wel even bezig. Wat was er? Ik was lekker aan het slapen en opeens had ik een droom, ik heb nog nooit een droom gehad die zo echt leek. Ik zag de duistere koning en die zei dat hij mij ging omtoveren tot een van zijn dienaars. En ik vroeg, waarom doe je niet gewoon andere mensen omtoveren? En toen zei hij dat elke villager in deze hele wereld al omgetoverd is en dat dit zijn wraak is op ons. Ik snap er helemaal niks meer van. Het is een droom, dus... Maar het zag er zo realistisch uit. Ik snap er helemaal niks van. Oh ja, en het was een hele rare wereld. Het was een wereld met zulke bomen. Alleen dan was de vloer alsof het in de end was met de Ender Dragon. Het was zo raar. Dat is wel logisch, want ik probeer je net echt al 5 keer wakker te maken. Omdat ik hem al helemaal doodstress. En jij werd maar niet wakker. Ik schreeuwde tegen jou. Maar normaal word ik altijd supersnel wakker, Torben. Hier geloof ik dus echt helemaal niks van. Ik stond op je hoofd. Dit meen je niet. We moeten uitkijken dat we niet achterna worden gezeten door die bewakers. En droppen ze die hart van de natuur. Met dit ding moeten wij de wensboom genezen. En dan gaan wij wensen dat ik niet meer bezeten ben. Dat moeten we zo snel mogelijk doen. Want in mijn droom was ik dus al zo bewaker. En dat was echt heel raar. Zelfs mijn hand was helemaal paars. Heb je gevraagd in jouw droom waar die koning zich schuilhoudt, of niet? Nee. Waarom vraag je dat dan niet? Het is een droom. Ik weet toch ook niet. Ik kan toch ook niet alles besturen in mijn droom. Het liefst had ik die bewaker helemaal niet gezien. Dan vragen we het aan de wensboom. Maar dan moeten we hem eerst redden. Alleen, er is één probleempje. Ik weet niet of je het nog weet. Maar die wensboom zit vol met bewakers. Dus hoe gaan we dit aanpakken? Is dat nog steeds zo? Kom, we gaan even checken. Ja, is goed. We moeten wel uitkijken dat we niet de bewakers tegenkomen. Als jij gewoon nooit die bewaker had laten ontsnappen, was ik niet bezeten geweest. En dan hadden ze niet geweten waar we zaten. Oh, echt. Jij had hem nooit moeten ontvoeren. Waar heb jij het nou weer over? Daardoor hebben we wel meer informatie gekregen. Dat is wel fijn. Oké, dat is waar. Hé, hier is nog onze boot van lang geleden. Onze boot hebben ze in ieder geval nog niet kapot gemaakt, ja. Ik heb deze boot nog nooit gezien. Oeh. Of wel?
Ja, dan heb ik hem gevonden. Ik weet het niet meer. Oh, daar heb je zeker al die OP loot vandaag gekregen. Toen in ons oorlogje in Bloemburg. Oké, ik heb het al gezien. Zijn ze er nog? Ja, hij is nog steeds omringd. Dus hoe gaan we dit... Hoe breng ik dat ding daar naartoe? Weet ik niet. Waar moet hij überhaupt? Jij hebt met die bomen gepraat. Ik geloof nog steeds niet dat er zit water onder. Er zit water onder. En we moesten dat hart van natuur onder de boom in het water stoppen. En dan zou hij het doen. Er zit water onder. We kunnen graven. Als er zakjes zijn. Zoals we net weer deden. Yo, is dat wel slim om te doen of niet? Nee, het is niet slim. Maar we hebben al geen andere keuze, toch? Of wel? Ja, als we dan dit ding in het water kunnen krijgen. Maar ik geloof nog steeds niet dat die boom kan praten. Ik vind het maar een raar verhaal. Ja, dan gaan we er nu achter komen. We moeten even wel van een afstandje doen hoor. En volgens mij ook wel redelijk diep dat ze ons niet horen hakken. Ja, ik weet het niet, Torben. Ik weet niet of dit een slim idee is om te doen. Zullen we het vanaf hier doen? Of iets verder nog? Laten we het vanaf hier doen. Nou, okay. Hoe diep moeten we? Hoe diep zit het water? Want ik heb dat water van die boom nog nooit gezien. Ik denk... Zoiets, stop maar. Ik denk dat we... Nee, ga nog maar iets verder. Dieper? Ja, stop. Nu stoppen. Stop? Ja. Hebben we wel alles mee als ze ons zien? Hebben we dan wel goed genoeg geloot om die bewakers te pakken? Ik heb een goed zwaard. Ik ben op zich wel sterk. Maar als... Wacht, ik heb een idee. Ik heb nog 14 diamonds. Heb je hout? Ja. Nee. Mag ik hout? Dit is met hout. Nee. Oké, Torben, ik heb een idee. Ja? We moeten eerst even sterker worden voor de zekerheid. Ik ben toch al bezeten, dus voor mij maakt het allemaal niet meer uit. Maar als jij ook bezeten raakt, dan zullen we verder van huis. Ik moet dan even toegeven dat ik ook nog wat diamonds op zak heb. Hoeveel diamonds heb jij nog dan? Ik heb er 7. Ik moet alleen een chestplate en een broek hebben. Ik weet niet of dat kan met 14 diamonds. Jawel. Nee, als ik er dan nog 7 nog bij heb, dan zou dat misschien moeten lukken. Ja. Maar ik wil ook heel graag een shovel maken, dus... Waarom wil jij een diamond schep? Gewoon omdat ik anders heel met mijn hand moet gaan hakken. Dat is toch zonde van de diamonds? Nee. Ik heb nog een chestplate. Mag ik 1 diamond? Ik kom 1 diamond tekort. Hier, ik sta achter je. Waar? Hier. Oh, jij bent helemaal bezeten, hè? Helemaal niet. Helemaal wel. Ik ben niet bezweet. Kijk. Bezeten. Ja, ja. Dat kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Oh, een gouden broek. Een gouden... Ja, die mag je hebben. Dat is mijn geluksbroek. Oké. Okay. Diamond chestplate erbij. Maar zijn hier dus helemaal geen villagers meer, hè? Maar dat wist wel lang. Die zijn waarschijnlijk allemaal bezeten. Ja, nee, maar dat was in mijn droom. Maar we kunnen het toch controleren. Misschien nou, trouwens, ik heb er laatst dat ik nog één gezien. Zou die er nog zijn? Waar? Ja, toen wij op zoek gingen naar het hart van de natuur, toen liepen we ook door de village heen. Hallo, het lijkt erop alsof hier geen villagers meer zijn. Oh, en dat betekent ook dat de politieagenten ook weg zijn. Is hier nog een villager? Nee. Zie je wel. Ik vraag me dus af of Wat is dit? Wat? Bro. Je kan hier gewoon een... Wat is dit? Hier wil ik het niet over hebben. Wat? Is dit van jou? Wist je nog toen wij heel lang geleden ruzie hadden? Ja? Nou, dit is mijn enchantingruimte. Oh, daarover gesproken. Ik moet je wat laten zien, dat ben ik helemaal vergeten. In onze ruzie heb ik een geheime kamer gemaakt. En er waren spullen uitgestolen. Ik weet niet of jij dat had gedaan. Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij ligt daar nog wat loot. En misschien ligt daar wel wat loot die we kunnen gebruiken. Maar ik weet het niet zeker meer. Ik ben hier... Dit is de eerste keer dat ik dit zie. Ik heb geen idee waar jij het over hebt. Ja, er is alleen één probleem. Het is wel in de buurt van die bewakers. Moeten we weer terug? Ja, een kijker liet het achter in de reacties. En toen dacht ik opeens, dat heb ik ook nog ooit een keer gemaakt. Ja, ik vind het mooiste dat ik hier helemaal niks van weet. Jij bent gewoon een stiekemer, jij. Ja, maar er is daar wel eens wat uit gestolen. En jij wil zeggen dat jij dat niet hebt... kijk uit. Ik val echt veel te vol. Jij wil zeggen dat jij dat niet hebt gedaan. Ik ben heel hard aan het nadenken. Maar misschien als ik het zie, dat ik weer denk... Oh ja, hier heb ik iets gejat. Hier onder water. Zou kunnen. Nee. Weet je dat niet meer? Nee. Oh, kijk hoe Bloemburg eruit ziet. Nog steeds helemaal vol met van die bewakers, hè? We moeten wel een beetje opschieten eigenlijk. Ja, wacht. Kom onder water. Ja. En goed onder water, ze mogen ons niet zien. En als het goed is, zit hier ergens die geheime ruimte. Echt waar? Ik weet niet of ik je moet geloven. Ik heb het gevoel dat je gewoon een beetje serieus. Aan het kletsen bent. Even ademhalen. Kijk, hier. Kijk, hier. Wat? Ik heb hier ooit een geheime ruimte gemaakt. Weet je dat niet? Oh! Kijk. 2 golden apples van die smithing templates heb ik hier nog.
Dit is perfect. Heeft dit ooit in de... Ja. Nee. Ik ben hier nog nooit... Hè? Ben jij hier nog nooit geweest? Nee. Ik had hier... Oh, maar mijn vissen zijn dood. Ik had hier zelfs aquarium, maar ik heb mijn vissen nooit eten gegeven. Dat is wat minder. Jij bent echt... Ik moet echt opletten met jou. Ik weet niet of ik jou moet geloven. Heb je dit nog nooit gezien? Nee. Ah. Misschien dat nou, ik dan fijn dat ik dan moet bewaren. Nou, fijn dat ik twee nieuwe enchant moet pakken. Maar ik heb een golden apple. Ik kan het proberen, maar we hebben al een enchanted golden apple gegeten en die deed het niet. Maar laat ik deze even eten. Ben ik van mijn vloek af? Ja! Echt? Nee. Oh, Torben. Oh, sorry. Oké, laten we die bomen gaan redden. Ja? Ben je ready? Oké, welke kant is het? Die kant op, maar we moeten het onder water doen. Wow, kijk die boom onder water. Wat dan? Gewoon donker. Ja. Vet uit. Oh, hij staat niet meer in de fik. Ja, het is gelukt. Hij is genezen, het is gelukt. Of nee, toch niet? Ik ben nog steeds aan het zwemmen, want ik kan dat. Ja, kijk. Ik begin inmiddels alweer te stikken. Daar ben je. Ik kom eraan. Oké, Torben, ben je ready? Ik ga het gat in. Au. Oh, pas nou op. Au. Ja. En nu alleen maar rechtdoor hakken, zeg jij? Ja, die kant waar jij nu hakt is goed. We doen het wel twee baans, zodat we zeker zijn dat we genoeg pakken en dat we de boom niet missen, zeg maar. Ja, dat is goed. En dan moeten we bij water zien te komen. Dan verstikken we toch. Mijn pickaxe gaat sneller dan die van jou. Grappig. Oké, eigenlijk weten we wanneer we in de buurt zijn als we vuur horen, toch? Ja, denk het. Wacht, doe stil. Hoor je vuur? Nee, nog niet. Oh, ik hoor vuur. Hoor je dat? Ja, nu wel. Ja, kijk, zacht hier. Gefopt. Hey joh! Ja, ik had twee extra hartjes van die gouden appel en die zijn nu ook weg. Dankjewel, hè. Echt waar? Ja. Oh. Oké, zijn we er? Ik kom wel met jou mee, want het duurt bij mij een uur. Heb jij nou die... Oh, ik heb zelf een shovel. Kijk, die diamond shovel heb ik gemaakt. Oh, wat goed voor jou. Ik hoor vuur, yes. Ik hoor ook vuur. Schiet op. Rustig. Schiet op. Torben, ik hoor vuur. Ik hoor het steeds harder. Is het hier... Waar is die wensboom? Ik denk dat je iets lager moet. Je moet iets lager. Lager. Zo moet ik lager. Omdat dit groen is. Is dat dan niet juist... Nee, oké, stop. Ik weet toch ook niet hoe dit werkt? Water. We zijn er. Dit is perfect. Auw. Wat is nu het plan voor aanpak? Is dit de boom? Dit is de boom. Dit is het water. Oh. Ja, het staat in de fik. Torben, ik moet ademhalen. Wat? Niet naar boven. Oh. Die bewaker keek hier naartoe. Okay. Ik zag de bewaker en heb jij het hart van de natuur? Ja, dus jij wil zeggen... Kijk, hier is een stukje dat gaat verder naar beneden. Ik zou het gewoon daarin doen. Zal ik het erin gooien? Oké, ik ga hem gooien. Ja, oké. Werkt dit? Weet ik niet. Kom. Wat was dat? Okay. Hoorde jij het ook? Ja, ik hoorde het wel. Maar gaan ik hoorde we wel het vuur. Controleren? Wacht, laten we teruggaan. Als het niet werkt, hè, yes, dan zijn we echt de lul. Dan heb ik echt een heel groot probleem, ja. Torben, kom, we gaan hem opbouwen. Ja, ik kom eraan. Oh, ja, fijn dat je met mij gaat, doei! Hè? Dankjewel, Jesse. Ik help je wel. Kom maar, ik hak het weer weg voor je. Oh, ja? Ik was aan de andere kant omhoog. Zo. Kom, en... Torben? Het is gelukt! De boom is van heel... Yes! Perfect! Alleen, we hebben nog één probleem, die bewakers. Kijk. Yeah! Yeah! We hebben het gedaan. Nu kunnen we eindelijk wensen dat ik weer genezen ben. Althans, als die boom echt een wensboom is, zoals jij zegt. Zijn die bewakers weg? Weet ik niet. Hallo? Oh, de bewakers zijn ook weg! De bewakers zijn weg. De boom. Hij is terug! De boom is terug! Wacht. Luister. Laat maar eens zien of ik kan praten. Ik geloof er helemaal niks van. Meneer de Boom? Bent u er nog? Meneer de Boom? Ik ben er nog. Ik zei het toch! Wat? Ik zei het je! Hij praat gewoon dit boom! Je niet! Dan. Ik zei het je. En wacht. Meneer de Boom, kunt u nog steeds wensen? Of niet? Of hoe zit het ermee? Ik ben niet meer de oude. Ik ben beschadigd. Dus dat betekent dat wij niet kunnen wensen dat ik weer beter word. Ik heb tijd nodig om te genezen. Maar meneer de wensboom, ik mocht één gratis wens doen. Echt niet weken geleden. Torben, niet op hem staan. Hou hem nou wel bevriend. Je moet niet op hem staan. Maar ik mocht een gratis wens doen, meneer de wensboom. En
Jesse heeft nog helemaal geen gratis wens gedaan. Is daar geen mogelijkheid voor? Want mag hij ik is bezeten. Een wens doen? Zoals ik zei, ik ben te beschadigd om wensen te voltooien. Oh. Dit meen je niet. En hoe lang gaat het dan duren? Dit kan jaren duren. Oh, Torben, dit wacht, is een probleem. Dit kunnen we helpen? Kunnen we helpen u te genezen? Het enige wat je kan doen is af en toe mijn water vervangen, zodat ik beter kan groeien. Dat is toch wel logisch. Ja, dat is toch wel logisch. Ik ben namelijk gewoon een hele grote plant. Oké, Torben, laten we ervoor doorgaan, want heel leuk deze boom, maar we hebben er niet heel veel aan. Dus ik denk dat we gewoon naar de koning moeten en dat we hem moeten gaan verslaan en dat ik dan misschien weer normaal word. Maar we weten niet waar die is. En als waar jij nou gaan we heen? Ik heb een idee. Wat is jouw idee? Jij gaat weer slapen en hopen dat je weer een droom hebt of zo. Ik heb geen idee. Ik zou echt niet weten hoe we er komen. Laten we beginnen met eerst een basis maken, oké? Want dit gaat helemaal fout. Want onze basis die is ook al ontploft en weet ik wat allemaal. Nou ja, we kunnen gebruiken. Pas op dat je niet dacht. We kunnen naar jouw waterbasis. Nee, maar dat is te dichtbij. We moeten weer tot zwemmen. Straks zien ze als we naar buiten gaan. We moeten een betere basis hebben. Maar we moeten een basis hebben waarbij we zicht hebben op de boom. Want we willen niet dat hij dadelijk nog een keer aangevallen wordt. Of hier in de berg. Zo. Torben, ik denk dat ik in de village maar even ga slapen en dan zie ik hem morgen wel weer. Ik heb er echt geen zin meer in. Oké, doei. Benieuwd deze video, klik even hier of hier om een andere video te zien, want dan wil je zeker niet missen en schuim weg in 3, 2, 1.